Van Judith Webbers nieuwste boek, Kies en ze kiezen jou. Ik wil jou graag uitnodigen, Judith. Judith Webber. In 2010 heb ik eerder een boek met Judith gemaakt. En ik denk dat een aantal van jullie dat ook nog wel weet. Dat was haar eerste boek. En dat was voor mij ook de eerste samenwerking met Judith. En die is me ongelooflijk goed bevallen. Eigenlijk het hele proces ging in een soort flow en heel... ja, moeiteloos. En we zaten heel snel op één lijn. En toen kwam je met je tweede boekidee. Nou, we zijn op een gegeven moment toch van het oorspronkelijke idee afgeweken en we hebben het anders aangepakt. Ja. En ik was benieuwd. Ik dacht, nou, hoe gaat dit lopen? Gaat dat net zo moeiteloos? En ja hoor, ik was eigenlijk toch wel verbaasd. Maar nu snap ik het. Want ik heb het tweede boek dus van A tot Z wel 5 keer helemaal doorgespit. Maar er zit een heel mooi onderdeel in voor hoe je matcht op wie. Met wie wil ik graag samenwerken? En ik kwam eigenlijk tot het volgende profiel. Ik hou van mensen met prikkelende ideeën, die dat ook goed kunnen overbrengen op anderen, op een enthousiaste manier. Ik hou van mensen die flexibel zijn. En ik hou van mensen die betrouwbaar zijn en hun afspraken nakomen. Nou, en guess what? Wij matchen 100% op deze punten. Het was weer een feest om een boek met jou te maken. Ik ben blij en trots op het eindresultaat. Op naar nummer 3. Nou, ik ben het helemaal mee eens. Dit is hem dan. Waar geeft het boek antwoord op? En dat vond ik op zich wel een hele goede vraag. Alleen mijn antwoord was, het geeft helemaal geen antwoord. Het geeft eigenlijk alleen maar meer vragen. Vragen die je jezelf kan stellen. Het waarom gaat over, waarom doe jij nou eigenlijk wat je doet? Want wat je vak is, dat is eigenlijk een van de eerste dingen die we altijd tegen elkaar vertellen. Als je ergens op een netwerkbijeenkomst bent, op een feestje, verjaardag zelfs, privé, kan net zo goed. En mensen vragen aan je van wat doe jij? En dan antwoord je met een functietitel. Of dan vertel je wat je vak is. En eigenlijk is dat vrij oninteressant. Voor mij zijn er 3 cirkels om elkaar heen en die noem ik een 3-luik. Omdat je van binnen naar buiten gaat en je bent aan het ontluiken als persoon. Dus ik hou enorm van open-minded mensen. En die kom ik ook alleen maar tegen. Ik durf te wedden dat jullie dat allemaal zijn. Want anders waren jullie er niet. Dat je ook met dat soort dingetjes allemaal van jezelf weet te houden. En het zelfs nog durft te onderstrepen. Van ja, nou ja, ik weet dat ik dat altijd een beetje gek doe. Nou ja, this is me, zeg maar. Het is precies een proces waar ik zelf ook in zit. En ik vind het inspirerend en sprankelend. En wat ze zeggen van mensen die je aantrekken, dat is ook wel iets wat je in jezelf nog meer wilt ontwikkelen. En ik ga het doen. Mijn boodschap is, als jij durft te kiezen en ook die keuzes durft te laten zien, dan weet ik zeker dat ze ook voor jou kiezen. Kiezen voor jezelf, vanuit jezelf. En wat Judith zegt, heel veel wat we zeggen en denken over anderen, heeft eigenlijk met onszelf te maken, met mijzelf te maken. Punt. Wat maakt dat ik het boek heb gekocht? Nou, ik vind de manier waarop Judith het presenteert wel heel inspirerend. En ik ben gewoon nu heel nieuwsgierig geworden naar wat erin staat. Zeker nu ik zelf ook eigen bedrijf aan het starten ben, denk ik dat ik er wel heel veel uit kan halen. Ik heb een stukje geschreven. Ik heb me verzet tegen de keuze van mijn vader, want die wilde dat ik accountant zou worden. En ik heb gekozen om psychologie te gaan studeren. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. Maar het was heel spannend. Omdat ik het lastig vond om me tegen mijn vader te verzetten, heb ik gesolliciteerd bij de Belastingdienst. Want ik dacht, dan wijzen ze me af. Maar ik ben aangenomen. Ik heb dus uiteindelijk toch tegen mijn pa moeten zeggen, ga het niet doen. En het leuke was dat 30 jaar later, dat beschrijf ik hier ook, gaf ik training aan accountants. Het realiseerde ik me, er komt iets goed in het leven, de cirkel is rond. Dat mijn vader, hij leeft niet meer, maar hij zou trots op me geweest zijn. Dat ik ben het niet geworden, maar ze kregen wel les van me. Af en toe vang ik wel wat op zo. En dat gaat wel over het onderwerp en daar word ik heel blij van. Dus geen koetjes en kalfjes en zo, maar het gaat over kiezen.
En hoe ze erbij staat, dan vind ik wel nog meer, ja, dan voel ik dat wel zo, dat ik denk van nou, nu wil ik het leven zo. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n geweldige verjaardag heb gehad.